voor de uitzending zei je eigenlijk van ik fiets nog liever 6 keer de Alpe d'Huez op dan dat ik dit onderga. Denk je daar nog steeds zo over? Nee, ik denk er niet zo meer over. Ik denk dat ik gewoon veel vaker onder hypnose moet gaan. Ik ben wel een leuke mens onder hypnose en ook een heel stuk ontspannender. Dan heb je gewoon, dan durf je gewoon te leven. Dus eigenlijk moet je gewoon veel vaker onder hypnose gaan en gewoon lekker je ding doen waar je op dat moment zin in hebt. En hoe lekker is dat om gewoon weer even kind te kunnen zijn en gewoon alcohol te drinken zonder dat je erover nadenkt of een peukie te roken. Allemaal dat soort dingen. Normaal gesproken ben ik natuurlijk heel erg gedisciplineerd en denk ik overweeg ik alles. En onder hypnose ben ik gewoon een heel relaxed mens. Eigenlijk een leuke mens. En je hebt het nu gezien, je bent ook weer bij Jos geweest. Kun je er ook ondertussen wat weer van herinneren? Ja. Ik kan, het laatste stukje, daar komt heel vaag iets met. Ik heb iets met kaboutertjes of dingetjes gedaan. En de rest niet wat ik de hele dag heb gedaan. Dat komt wel beetje voor beetje, komt dat nu een klein beetje komt dat terug. Maar ik kan nog niet alles herinneren. Maar een van mijn beste maatjes is alle draaidagen erbij geweest. En ik rij ook dadelijk met hem terug naar huis. Dus dan zullen alle verhalen zullen wel komen, denk ik. Ja, en die verliefde blik. Wij waren tenminste echt bijna door ontroerd. Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben heel erg gek op mijn man. En ook nog wel echt verliefd op mijn eigen vent. Ik geloof niet dat ik mezelf kan herinneren dat ik ooit zo verliefd naar mijn eigen man heb gekeken. Ja. Is dat dan echt die kinderlijke verliefdheid? Ja, dat denk ik. Gewoon ook weer dat je gewoon voor de eerste keer echt verliefd wordt, denk ik. Dat dan heb je zo'n blik. En ik ben toch echt gek op mijn eigen ventje. Echt. Nog steeds. Na 20 jaar nog steeds. Ja. Dat is hartstikke mooi. En als je zei het eigenlijk al een beetje, maar zou je het nog een keer doen? Nou, ik heb net met Jos gesproken en Jos zegt, jij staat wel heel erg gespannen in het leven. En om iets relaxter door het leven te gaan, zou het voor jou wel goed zijn om wat vaker onder hypnose te gaan. Maar dat neem ik even in, ik ga er even nachtje over slapen. In ieder geval niet meer als man bier drinken dan, denk ik. Nee, maar toch was dat, als ik dat zo terug zie, was wel gewoon, heb ik een onwijs leuke middag of dag beleefd. Dus wat dat betreft, misschien voor de carnaval moet je even bij Jos langs en dan lekker carnaval gaan vieren onder hypnose. Hoe leuk is dat?